geef haar een groot applaus. Marian Mudde! En je doet mee in sterren springen. Ja, gek mens ben ik, hè? Ja, dankjewel. En je gaat alleen springen nu, neem ik aan, of neem je mij mee? Wil je mee? Nou, ik vind het ook een beetje eng, hoor. Hé, wat voor sprong ga je maken? Ik ga een boogsprong voorwaarts. Wat is daar zo moeilijk aan? Nou, het is voornamelijk alleen maar eng voor mij. Oké. Het is niet heel moeilijk. Nee. Hé, pak even je concentratie. Ja. Adem goed in. Ja? Ja, en je moet het gaan doen. Succes! Oké, dankjewel. Jeetje, wat bleef je lang onder water? Ik denk, zou je koffie krijgen beneden of zo? Niet te geloven. Marian, top gedaan. Ja, ik vond het een prachtige sprong. Kom rustig als een zeemeermin deze kant op. En dan gaan wij kijken wat de jury van jouw sprong vond. Je hebt in ieder geval heel wat overwonnen, Jan. Goed hoor. Jeetje, Mina. Ja, Frans. Haha! Sorry. Marian, jouw overwinning is natuurlijk dat je je angst hebt overwonnen. Ja. Maar goed, als sprong, we hebben natuurlijk. De hoogte is wel heel erg veilig, 3 meter. We hebben geen afzet gezien. Landing is wel keurig recht, maar tussen de afzet en de landing zaten niet veel trucjes. Nee. Dus in dat opzicht zou er meer in. Misschien als je doorgaat, misschien zit er wat meer in. Ja, er zit zeker meer in. Nou. Maar dan heb ik meer tijd nodig. Ja. Daar rekenen we dan op. Ja. Heel goed. Quintus. Marian, je had het over een boogsprong. Ja? Ik heb nog nooit gehoord van een boogspronger. Maar oh, ik nou zag... ja, dat is mij verteld dat hij zo heette. Oh, ik heb nog nooit gehoord van een boogspronger. Maar dan gaan we juist op die ding neerzetten en dan ga jij achterover vallen in een boog. Maar ik zei je wel zien hoor, keer, let maar op. Oh, maar dan wordt het een boogbrug, ik heb niets van een boog gezien. Het was meer een pisboogje dan. Het is eigenlijk gewoon voorovervallen. Een beetje als een rotte appel uit een boom. Maar ik vind het wel fantastisch. Net als wat Frank, ja. Frans heeft gezegd. Oh, sorry hoor. Kom zeggen. Ja. Nee. Zoals een beetje voorzichtig met onze vrouwelijke jury, lieve man. Frans zei het reeds, je hebt je angst overwonnen. En je stond daar en ik zag gewoon iemand die nooit hoogtevrees heeft gehad, volgens mij. Nou, die heb ik op deze duikplank in ieder geval wel overwonnen, ja. En dat vind ik mooi, toch? Papje. Nou, Quintus, je probeerde het nog een beetje goed te praten, maar het is natuurlijk een lulverhaal. Maar daar gaat het niet om, lieve mensen. We gaan eventjes de cijfers vragen van Frans. Een 5. Quintus. Ja, ik vind wel dat je je angst hebt overwonnen. Ik geef je 6. Oh. En Daphne. Ik vind het heel knap dat je je angst hebt overwonnen. Maar ik had toch heel graag wat meer moeilijkheid gezien. Dat vond ik een beetje tegenvallen. Dus voor mij krijg je een 4. Oh. Oh. Maar goed, als je verder komt, dan heb je zo weer een paar weken om te trainen. Dus dat zou mooi zijn, Marjan. Ja, oké. Ik ben trots op jullie in ieder geval, wijfie.